Parlementariër Roy Mohan van de VHP zegt sowieso waarvoor hij aandacht vraagt tijdens deze begrotingsbehandelingen zijn de drie belangrijke speerpunten van volksgezondheid, huisvesting en onderwijs. Daar legt hij de nadruk op bij deze behandelingen en wij begrotingsbehandeling en wij van TBN Prime Alert spraken met hem daarover. Natuurlijk moeten we onze ogen gericht houden op de begrotingen en wat geallockeerd is voor de departementen. En belangrijk is voor ons natuurlijk, al de ministeries zijn belangrijk, maar we moeten kijken, zeker het fundament, ons onderwijs moet een van de eerste ministeries zijn dat goed voorzien moet worden aan financiële middelen en om dit op peil te brengen. Dat is de basis voor de ontwikkeling van onze samenleving. Gezondheidszorg is twee, maar ook zeker huisvesting. Toch? Dat onze mensen dus een goede huisvesting hebben. Dus drie dingen die heel belangrijk is voor ons. En daarvoor pleiten wij om zeker wat middelen te allokeren en extra middelen te plaatsen op de begroting. Maar welk aspect van gezondheidszorg, de gezondheidszorg in haar totaliteit of aspecten daaruit? Nou, in elk geval de basisverzekering van de mensen, die moet gegarandeerd zijn. Kijk, als we een ziek volk hebben of een belangrijk deel van het volk niet verzekerd is, betekent dus dat we hun zullen missen in het arbeidsproces. En een heleboel mensen lopen zonder een verzekering, maar genieten ook de medische zorg niet, omdat ze niet gaan voor zeg maar hoge kosten in de zorg. Ja, en u had het ook over dat stukje huisvesting, toch? Zegt u dat de regering op rails is voor wat betreft aanpak van vraagstuk van huisvesting? Ja, kijk, huisvesting moeten we zien als een particulier initiatief. De regering kan daarmee helpen eigenlijk om financiering te zoeken via de banken, dat er dus ook leningen verstrekt kunnen worden, dat mensen zelf kunnen bouwen. Anders gaan we dus vanuit de regering ook projecten hebben. Huizen die niet in de smaak zijn bij mensen, maar laat de mensen zelf een keuze maken en probeer dan faciliteiten te creëren, dus financieringsmogelijkheden te creëren. Maar ook de grond, dat is een heel belangrijk punt. Je moet een stukje perceel hebben om te kunnen bouwen. Een heleboel mensen hebben een perceel, kunnen niet bouwen, wegens financiële middelen. Andere mensen hebben totaal geen perceel, waar zouden zij moeten bouwen. En in dit land, als je een volwassene bent, geen perceel hebt, geen inkomsten hebt als zodanig, denk ik niet dat je dus verder komt. En we merken dat uw fractieleider of de fractieleider van de VHP, de heer Assis Kumar Gayadin, toch meermaals pleit voor transparantie vanuit het ministerie van GBB voor wat betreft gronduitgifte. U ondersteunt hem daarin, u wil ook transparantie? Transparantie was een van de speerpunten tijdens de verkiezingscampagnes en daar moeten we houden. Het volk moet ook weten, iedereen moet weten waar de minister naartoe gaat met haar beleid of al die ministeries zelf. Dus het is niet op GWB alleen. De transparantie biedt eigenlijk wat rust in de samenleving, waardoor wij dus ook weten als parlement, maar ook de samenleving heeft recht op transparantie. En dan weten we als er 1000 percelen zijn uitgegeven aan wie. Niet iemand die dus beloond is met 4, 5 percelen en anderen zitten jaren te kijken. Een ander punt is natuurlijk dat de stukken van mensen die bezig zijn met overdrachten. Mensen die bezig zijn met hun grondhuurbeschikkingen te regelen bij het ministerie. Dat lukt niet, dat duurt jaren. Overdrachten van ouder naar kind of grootouders naar kleinkinderen. Dat duurt jaren, dus die wachttijd zijn de mensen al beu. Het is natuurlijk simpel en makkelijk om nieuwe percelen uit te geven, kavels uit te geven, heel makkelijk. De overheid moet natuurlijk voor zorgen voor infrastructuur, nutsvoorzieningen, maar ons punt bij deze is de mensen die tientallen jaren wachten. En die mensen zijn nog niet geholpen. Ja, u hebt gesproken over een drietal speerpunten, heer Mohan, maar in het parlement tijdens deze behandelingen, welke zaken, waarvoor zijn het deze zaken waarvoor u gepleit hebt? gerond beleid in ieder geval. Dus dat heb ik aangehaald en dat we dus efficiënter en transparanter te werk gaan, waardoor de ruis in de samenleving weggenomen wordt. Dat er een bepaalde rust komt en dat mensen dus goed voorzien zijn van een stukje grond en waarbij mensen door zelfwerkzaamheid ook kunnen bouwen. Ik heb ook gepleit in een PPP natuurlijk, ook in dit kader, dat mensen met de overheid met de particulieren in zee gaat. We moeten kijken naar de bruinzeelwoningen die zeker tientallen jaren staan en nu zeker na 40 jaar, 50 jaar wat in verval raakt. Maar dat heeft beantwoord aan de vraag toen der tijd. En nu ook, hout hebben we zoveel in het binnenland. Probeer met houtzagerijen, transporteurs, houtzagerijen, concessiehouders in zee te gaan als overheid. Je hebt als overheid concessies verstrekt aan particulieren. Probeer een deal aan te gaan met de particulieren ook om een stukje verantwoordelijkheid te nemen om de maatschappij te helpen, om onze gemeenschap te helpen in deze, dat we dus verzaagd hout kunnen kopen. En natuurlijk huizen kunnen bouwen, want die houten huizen hebben toch beantwoord dat ze 40 jaar, 50 jaar staan, nog steeds.